Rocket League bestaat nu al zo'n 8 jaar, maar er zijn ook genoeg neppe versies van Rocket League en die ga ik vandaag testen. We beginnen gewoon met de telefoonversie van Rocket League, maar de games worden steeds erger en erger. Ik zou zeggen, doe alvast even een blauw duimpje omhoog en laat mij weten welk spelletje jij het leukst vond. Oké, we beginnen met het minst erge spelletje, namelijk Rocket League Sideswap. En ik ben hier echt totaal niet goed in, mensen, maar ik heb wel het geluk dat ik vandaag op de Red Magic 9 Pro mag gamen. En dat is een van de nieuwste en beste gaming telefoons op de markt. Mensen, ik zorg gelijk een goal. En ik zal tijdens dit potje uitleggen waarom dat zo is. En als jij dat niet hoeft te zien, dan kun je gewoon doorskippen naar het volgende potje. Nou, ik heb de telefoon dus nu een paar dagen mogen testen. En er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom deze telefoon zo chill is voor het gamen. Nou, ten eerste, de gamingtelefoon is niet al te zwaar, zodat je wel gewoon echt een groot en robuust beeldscherm hebt. En het beeldscherm heeft wel 120 hertz. Nou, voor de echte gamers, jullie weten wat dat betekent. Maar dat betekent dus dat je 120 fps kan zien. En vooral in snelle spelletjes met veel actie geeft het enorme voordelen tegenover je tegenstanders. Nou, daarnaast is de telefoon ook zeker niet lelijk, want het is een vlakke telefoon met een mooi hoesje. Die wordt gewoon gratis bijgeleverd. Om jouw gamingprestaties nog meer te bevorderen, kun je allerlei plugins en functies instellen, zodat je alleen maar beter kan worden dan je tegenstanders. Maar het is natuurlijk niet alleen een gamingtelefoon. De telefoon heeft namelijk ook gewoon een supergoede camera met maar liefst 50 megapixel. Nou, je kan de telefoon dus ook prima gebruiken om foto's en video's te maken en misschien zelfs als webcam te gebruiken voor jouw YouTube-video's. De batterij in de telefoon is 6500 mAh en dat betekent dat je gewoon je telefoon in de ochtend, als je die hebt opgeladen, kun je daar de hele dag mee doen. En dan kun je gewoon gamen, video's maken, alles letterlijk. Nou, deze telefoon is dus echt ontworpen om te winnen. En als jij nou ook wilt winnen, klik dan op de link in de beschrijving. En de telefoon is pas sinds 18 december uit, dus je bent er gewoon nog super vroeg bij. Dus als ik jou was, zou ik gewoon een kijkje nemen op de website van Red Magic, want daar vind je alle informatie die jij moet weten. En ik heb ook nog goed nieuws voor jullie, want ik mag bij de 80.000 abonnees mag ik er één weggeven. Dus ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal en laten we dan nu echt beginnen met Sideswipe. Let's go. Oké, mensen, nu even een serieus potje. Net was ik namelijk totaal niet aan het focussen. Maar ik zeg je eerlijk, ik vind Sideswipe best wel leuk. Ik had het eigenlijk nooit een eerlijke kans gegeven, maar vandaag, dus omdat ik deze video opneem, moet ik het gewoon een eerlijke kans geven. Wacht, dit wordt een goal, dit wordt een goal. Zo! Dubbeltap? Wat ben ik aan het doen? Nee, maar dit spel is natuurlijk gewoon een officiële versie van Rocket League op de telefoon. Maar het wordt steeds gekker en gekker. We gaan de gekste namaakspelletjes doen vandaag. Hoppa, 2-0. Als ik focus... Dit spel is veel te easy, mensen. Het komt natuurlijk ook lichtelijk door de telefoon. Ik zeg je wel eerlijk, ik merk oprecht verschil met mijn iPhone en deze telefoon. Gewoon qua het beeldscherm. En dat is niet om gek bedoeld, maar dat is echt zo. Ik ben volgens mij echt brons 1 op dit moment. Ik moet dit wel winnen haast. Nee, geen ongoal. Ik voel net alsof ik op keyboard speel. Nee! Oh, ik heb een tegengoal. Maakt niet uit, mensen. We gaan net alsnog gewoon winnen. Ik bedoel, 1-2. We staan voor. Volgens mij speel ik oprecht tegen een bot. Dit is endo, bro. Oké, kom op. Ja, dubbeltap weer. Nee, ik ga er overheen. Ik ben zo'n noob, jongen. Kun je demo in Sideswipe? Laat het me weten in de comments. Ik heb gewoon een goal. Damn, wat erg. In ieder geval, gooi even blauw duimpje omhoog. Het is alsnog gewoon, leuk, weet je. Ik doe echt een kick-off helemaal fout, volgens mij. Als dat bot het beter doet dan ik, dan weet je dat het niet best is. Wacht. Hier. Yeah. Yes, let's go. Hattrick, 3 goaltjes. Zo, wat worden er veel goals gescoord? Ik weet niet of dit normaal is in Sideswipe. Volgens mij wel. Oké, nu moet ik gewoon boosten en op het einde een flip doen. Kijk, dit is beter. Nu kan ik vliegen. En dan, hoppa, gelijk nog een goal. Ik zei toch, ik kan dit wel. Ik moet gewoon alleen een beetje oefenen. Oké, we gaan gewoon weer boosten. Bam, dan vliegt die bal omhoog. Dan kan ik de dubbel pakken, denk ik. Oh, ik heb geen jump. Hoe kun je zien of je een jump hebt? Dat vraag ik me wel af. Wat doe ik? Nou, ik ben zo verschrikkelijk slecht in dit spelletje. Ik vlog er letterlijk langs. Nou, we hebben de voorsprong, daar gaat het om. En zometeen komen er nog veel ergere spellen, dus dat belooft veel goeds. Ik pak wel gewoon die dubbeltap steeds, hoor. 5 goals op die manier lijkt wel. Oké, boost als een gek weer. Bam! Vliegen. Ik heb geen jump. Oké, nu de lucht in. Oh mijn god, wat doe ik, Thomas? Oké. Bro, ik ben zo noob in dit spel. Dit is echt insane. Ik moet dit echt een beetje gaan oefenen. Hoe kan ik zo goed zijn in de computerversie en in de telefoonversie? Kan ik letterlijk geen bal hitten, gewoon voor mijn gevoel. Wacht, nu heb ik wel een jump. Oh, let's go. 3, 4, 6. Dit is zo'n onverdiende winst als ik dit win, hè. Ik weet geen eens wat ik doe, man. Oké, ik ga gewoon een keer zo, gelijk bam, dubbelflip. En dan, nu heb ik mijn flip sowieso. Jump. Wacht, vliegen als een gek. Oh nee, dit is een own goal. Mensen, ik vraag me echt af wat ik aan het doen ben. Het zou 3-6 staan als ik niet gewoon in mijn eigen goal schoot. Wees het maar niet uit. Het is wel gewoon leuk. Oh nee, kom op. Het gaat toch geen 6-6 worden? Oh, damn. 6-6. Weer de own goal. Ik ben echt incapabel. Dit is echt insane. 6-6, kom op. Het is spannend. We maken het gewoon spannend natuurlijk. Ik heb dit. Oh, jammer. Ja. Thomas. Oh, let's go. Kijk, dat is wat ik moest doen. Jee, wat ben ik slecht in dit. Dit is echt... ik heb nog nooit zoiets ergs gezien gewoon. Ik ben gewoon nog beter op toetsenbord gewoon. Oh. Ik maak wel gewoon even een paar goals achter elkaar. Nu 6-8. Als ik nou ook nog de 6-9 kan maken, dan hebben we gewoon een mooi getal. Oh shit, kom op. Dit heb ik nog. Nee, ik backflip. Nou, oké, weet je. 6-8. Prima sideswap potje. Het is wel prima. Oké, mensen. Voor het volgende spel moest ik natuurlijk wel op Roblox kijken. En ik zag gelijk deze staan. Dit lijkt gewoon letterlijk op Rocket League. Wacht, Beta Rocket Wheels. Wat is dit, man? Weet je, we gaan het gewoon proberen. Oh, shit. Hé, dit is mijn game. Let's go. Wacht, waar is de score? Oh, ik zit nog in de queue. Ik dacht dat we al in de potje zaten. Shit. Holy shit, deze geluiden. Sorry voor die geluiden, mensen. Dit is verschrikkelijk. 2,5 minuten potje. Heb ik een teammate? Oh, shit. Hoe werkt dit? Ik moet hier wel goed in zijn, toch? Let's go, Walty scoort. Dat is mijn naam op Roblox. Vraag me niet waarom. Maar ik heb al de 1-0 gemaakt. Let's go. Heb ik een teammate? Ja, ik heb een teammate. Maar kan ik daarmee communiceren? Even kijken. Oh shit, ik kan mijn auto's dus aanpassen. Nee, ik wil terug. Hier. Hoe spring ik? Oh zo. Oh shit, bro. Ik ga hier gewoon goed in worden. Hoe werkt het? Het is 3v3. Oh, dat geluid is verschrikkelijk. Wat is dit? Wauw. Ik ga gewoon door de muur heen. Huh? Ah, wacht, dit is camera. En nu snap ik hem. Oké, nu is het helemaal klaar. Huh? Wat is het voor scuffed versie van Rocket League, bro? Wie heeft dit gemaakt? Waarom scoort mijn team met een own goal? Niet doen. Oké. Wat is dit, mensen? Ik heb nog nooit zulke dingen gezien, letterlijk. Wacht, kom op. Ja, ja. Dit is onze kans. Ik heb gepast. Nee! Wacht, ik bump mijn teammate. Oh, dat werkt hier gewoon niet. Safe. Oké, 1 minuut 30. We staan nog voor. Waarom zie ik mijn eigen auto niet meer? Waar is mijn auto? Oh, hier. Wat zie ik? Waar is de bal ook? Oké, volgens mij kan niemand iets van dit spel, maar... Oh, 1-1. Waarom? We gaan dit toch niet laten gebeuren. We moeten dit wel winnen. Oké. Shit. Wacht, kun je frontflippen zo? Nee, dat werkt niet zo. Wow, je kan wel vliegen. Oké, kom op. Waarom raak ik die bal niet? Als ik letterlijk gewoon duidelijk hem aanraak. Wow, ik ben zo slecht hierin. Oké, ja, dit wordt hem. Ik ga gewoon door die bal heen, ik zweer. Ik word gek. Dat geluid. Dit kan toch niet kloppen hoe dit werkt? Ja! Oh, ik pinch mijn eigen net in. Nooit. Oh. Oké. Ja hoor. Hé? Ben ik invisible of zo? Ik ga gewoon door die bal heen. Wacht, komt er nu een overtime? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Goeie save. Ja. Oké. We zijn nog in de game. Wacht, dit is mijn kans om te shinen. Let's go! Hey, 1-2. Ik wou wel weten of er een overtime kwam, maar... ik doe het hele potje niks en dan maak ik een goal. Nou, eigenlijk 2 goals, weet je. Ook al was het niet heel mooi. Ik vind dat ik 2 goals heb gescoord. Bam. Oh, ik word toch nog goed. Oké, 8 seconden, dan hebben we dit gewonnen. Oh, nee toch. Het wordt nog overtime ook. Janek heeft nu ook alweer 2 goals gemaakt. 2-2. Kom op, ik kan het niet verliezen, mensen. Dit kan ik echt niet verliezen. Dit geluid is verschrikkelijk. Ik weet niet of jullie het ook horen, want ik ga het misschien eruit editen. Want het is echt niet heel fijn om aan te horen. Alsjeblieft. Oh, wacht. Teammate? Nee, niet in ons goal. Match over, nooit toch? Het is nooit dat een draw is. Oh, die bal is nog niet gedropt. Oh, nu is het gewoon golden goal. Waar is mijn auto? Oh, nee. Huh? Er kwam in beeld dat ik heb gewonnen, maar... Bruh. Wat? 2 goals. Win. Blijkbaar hebben we gewonnen. Totaal 80 XP. Dit was het raarste wat ik ooit heb gespeeld, letterlijk gewoon. Ik heb nog nooit zo'n spel gespeeld. Ja, het is Rocket League, maar het is de meest scuffed versie van Rocket League. Weet je, ik ga nog 1 op Roblox zetten. Dit is echt perfect gewoon, letterlijk. Oké, het is geen Roblox spelletje geworden, want ik vond ineens dit spel. En dit ziet er oprecht gewoon goed uit. Wacht even hoor, ik ga een potje zoeken gewoon. Play League, play next match. Oprecht, dit ziet er gewoon goed uit. Oprecht, dit is veel beter al. Dit is gewoon precies Rocket League. Alleen de graphics zijn gewoon kut. Dit voelt oprecht gewoon goed. Kijk, dit is de boost. Prima. Gewoon jump. Ja, oprecht. Wauw, dit is zoveel beter al, hè. Ik ga dit winnen, mensen, voor jullie. Daarbovenin kun je dus zien hoeveel boost je nog hebt. Bro, zelfs dat scorebord is gewoon genakt van Rocket League. Dit is toch echt illegaal, letterlijk gewoon. Dit mag helemaal niet. Dit is gewoon letterlijk nagaapt. Zelfs de boostpads zijn hetzelfde. En nou, deze dan bedoel ik, de kleine boostpads. Kijk, kan ik vliegen? Ik ga even testen, hoor. Oh, zeker kan ik vliegen. Wacht, hier is mijn kans. Ik ga hem voorgeven voor mijn teammate. Ik heb nog genoeg boost. Wacht, deze pak ik op, de 100 boost. Zo. Hier, dit is gratis bal dat ik voor mijn teammate. Kom op. Oh, damn. Niemand hapt. Wacht, kan ik demo hier? Dat wil ik ook even zien. Kijk, mis volledig. Hey, frontflik. Dit is zoveel beter alweer dan het Roblox spelletje. Oh, damn. Ik mis 2 keer de boost. Kom op. Ik heb weinig boost nog in de tank. Ik clear hem even. Laat maar. Oh, ik selecteer allemaal shit. Kom op, Thomas. We hebben nog geen eens een goal weten te maken. Dit is wel heel erg. Deze boost pakken en dan ben ik ready om te vliegen. Oké, ik vlieg echt als een NPC. Hey. Heb ik gescoord? Volgens... Wow, zelfs dat geluid is genakt van Oerik. Volgens mij heb ik gescoord. Ik raakte hem toch aan. Ik hoop het. Oké, langs allebei. Oké, boost pakken. Even in reverse, hier zo. Oké, nu gewoon gaan. Let ik gewoon gaan als een gek. Oh shit. Oké, ik neem mijn woorden terug. Dit is misschien niet heel veel beter dan een Roblox spelletje. Ah, ik moet zeggen, de jumps en zo is veel beter. Het camera is ook veel beter. Maar bro, het voelt zo traag allemaal. Wacht, ik ga hem gewoon voorgeven voor mezelf. En dan score ik dit. Deze van jullie mensen. Abonneer nu. Want dan score ik. Hoppa, let's go. 2 goals gemaakt ook gewoon weer. Ja, dit gaan ze niet meer winnen. Dit gaan ze niet meer winnen. Oh, ze gaan gewoon verder. Let's go. 200 puntjes. Nummer 1. Ik heb het team gecarried, bro. Dit is insane. Kijk me hier staan. Sean Olsen, Vernon Romero. Jullie zijn niks. Ik heb gewonnen. Let's go. En we gaan door naar het volgende spelletje. Oké, toch nog even 1 Roblox spelletje. Welke gaan we kiezen? Er zijn zoveel opties. Ik heb Rocket League opgezocht, zoals jullie boven kunnen zien. Maar hier heb je Rocket Racing. Of Racing Rocket. Deze hebben we net al gedaan. Superblock Soccer. Blocky League. Ah, die is private shit. 55% like rate bij deze. Dit is op zich wel goed. Dan doen we deze. Dit kan alleen maar goed gaan, mensen. Oké, waar zijn wij ooit beland? Wat is dit? Dit is toch geen Rocket League? Dit moet een grapje zijn, toch? Er zijn geen eens tegenstanders. Nooit dat dit echt is, toch? Wacht, laat me even naar de auto gaan. Ik moet het zien. Dit kan niet kloppen. Waarom ren ik ook zo sloom? Kijk, ik ben nu aan het sprinten, volgens mij. Het zijn wel de echte octanes, hoor. Met de glasses. Best wel gewoon sick. Mooie decal. Mooie wieletjes. Kan ik instappen? Oké, ik kan instappen. Wacht, engine. Moet aan. Light. Aan. Oké, I guess. Hier is de bal. Hoe drift je? Zo, jezus mina. Wacht, wat is panic? Oh shit, nee, dat wil ik niet doen. Lock, stop. Goed zo, goed zo. Oké. Kunnen we dat bal nog raken? Kom op. Ik wil gewoon minimaal even 1 goal maken. Ook al is het echt het meest NPC-spel wat ik ook maar kan bedenken. Gewoon. Oké, gewoon rustig aan. Oké, het spel doet helemaal niet wat ik wil. Maar. We gaan zo. Oké. We hebben de bal onder onze auto. Je ziet hem niet eens meer. Ik heb hem letterlijk meegenomen. En als ik nu het goal inrijd, dan heb ik een goal gemaakt. Let op. Oh, blijkbaar niet. Waar is de bal? Oh my god. Dit meen je toch niet? Mensen! Ik zit hier gewoon letterlijk vast. Ja. Wat moet ik doen? Dit is het enige wat ik kan doen, letterlijk. Ik zit gewoon vast in de paal. Mensen, dit is een mooi einde voor deze video. Dit is de meest scuffed Rocket League versie die ik letterlijk ooit heb gezien. Je kan geen eens spelen. Ik zit gewoon vast in de paal. Mensen, like en abonneer. We hebben in ieder geval de meest rare Rocket League versies gezien vandaag. En weet je, laten we gewoon maar weer lekker normaal Rocket League spelen. Lijkt me toch een stukje beter.